Collega's, oud-collega's, vrienden, familie van het ACO. Graag heet ik u namens Siemens Nederland van harte welkom bij het 29e ACO kerstconcert. Waande u zich voorgaande jaren nog in Rusland, in Oostenrijk, in Duitsland, in Engeland. Dit jaar zakken we af naar het meer zuidelijke deel van Europa. Het was u ongetwijfeld opgevallen bij binnenkomst, maar deze avond staat in het teken van het land van cultuur, van opera en van pasta. Maar vooral het land waar de liefde en de familie centraal staat, Italië. Als ik denk aan familie, dan denk ik ook aan de universele thema's als liefde, warmte, genegenheid. Maar ook, dames en heren, jaloezie. Vetus, hypocrisie zijn weinig families vreemd. En als u goed luistert, dan zult u deze thema's herkennen in de stukken die vanavond voor u gespeeld worden. De vader van de Concerto Grosso is Corelli. Zijn wereldberoemde kerstconcert, onder de titel Gemaakt voor Kerstnacht, zal het ACO vanavond voor u spelen. Dames en heren, genoeg gepraat. Het is tijd om te genieten. Te genieten van het ACO, dat speciaal voor deze gelegenheid is samengesteld uit 55 orkestleden. De concertmeester van vanavond, wat ben je weer prachtig, Cleo van Anholt. En dames en heren, voor velen van u een bekend gezicht. De man die sinds 2008 als dirigent aan het ACO verbonden is, verwelkomt u hem met een warm applaus, Arjan Tien.